Het afgelopen jaar zijn Peter Gielies en zijn vriendin Wendy van Houten gelukkig stel geweest, waarbij Wendy al snel haar intrek nam bij haar goedlachse partner met één rond buikje. Samen lijken ze een comfortabel leven te leiden, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren. Zou er een spruitje groeien in Wendy's buik? Wendy, moeder van vijf kinderen uit eerdere relaties, en Peter, vader van drie bekende kinderen, Ruud, Mark en Inge uit zijn huwelijk met ex-vrouw Tracy, hebben de aandacht van fans en volgers getrokken. De speculaties over een mogelijke zwangerschap van Wendy worden verder aangewakkerd door een foto op haar Instagram, waarop ze een groeiend buikje lijkt te tonen. Is het tijd voor nog een gezinsuitbreiding? De situatie wordt nog intrigerender gezien Peters recente strijd tegen de kilo's. De miljonair van de vakantieparken, eerder geplaagd door gezondheidsproblemen die zelfs leiden tot een ziekenhuisopname, lijkt nu terug te keren naar zijn oude gewicht. Een opvallende ontwikkeling gezien zijn vroegere worsteling met gezondheidskwesties. De vraag blijft hangen, is Wendy daadwerkelijk zwanger, of speelt er iets anders? Het showblad publiek wordt ongetwijfeld als eerste op de hoogte gesteld zodra er zekerheid is over deze situatie. De komende tijd zal onthullen of er een nieuwe toevoeging aan het gezin Gilis op komst is, of dat de geruchten slechts een storm in een glas water waren. De spanning stijgt terwijl de speculaties blijven circuleren over de mogelijke nieuwe wending in het leven van Peter en Wendy.